Ja, yo, wat up gasten en welkom terug bij deze nieuwe video. Ik ben net uit bed en wat een zonnige dag in de wereld van Minecraft. Allereerst, mijn mama kijkt niet mee. Oké. Okay. Ik ben op mijn bed aan het springen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. En dan nog een keer boven op mijn huis. Oh, ik heb de beste plek van de wereld. Oké, oh, ik zocht de deur juist dicht. Ik had de deur niet dicht gedaan blijkbaar. Laten we eens even kijken. Gisteren heb ik dingen gelezen over dingen die ik nog kan maken. Alleen ik ben nu weer de helft vergeten. Ik heb het echt 5 minuten geleden gelezen. Ik ben nu weer de helft vergeten. Wat een baas ben je dan, Bardo? Wat een baas. Oké, laten we eens kijken. Ik weet, pijl en boog heb ik gelezen, dat die te maken is. En dat... Die heb ik gewoon volledig gelezen. Ik weet hoe ik die moet doen. Ik ben vergeten hoe ik het moet doen. Ze zeiden 3 aan de rechterkant en daarna een driehoek vast houtstokjes. Ik weet het niet zeker. Ja. Jee. Laten we eens even kijken of dat ding het dan ook echt doet. Oh yeah. Oké, even kijken. Kan ik die eraf schieten? Nee, dat kan ik niet. Oké, nu ben ik door mijn pijlen heen. Nou, dat sucks. Oké, dat waren mijn pijlen van vandaag. Oh, dicht die deur. Ja, nice. Oké, even kijken. Iron. Iron zou je veel meer mee moeten kunnen dan wat ik denk, denk ik. Ik denk dat hier iets in zit. Een minecart. Nice. Oké, als ik zo... Oh, what the fuck? Laarzen. Helm. Een broek. Oké, fuck jou. Ik neem die broek. Alleen, hoe ga ik hem nu aandoen? Zo. Oh yeah, kijk mij nou eens. Kijk mij, ik heb een leren broek. Of een leren broek. Ik heb een broek van iron. Oh, ik wil meer iron. Ik wil iron. Oké, jongens. Vandaag, weet je wat, fuck it. Ik heb een beter idee. Ik hou mijn iron broek aan. Oh ja, dit is de chest met al die dingen erin. Dan ga ik hier de rest in gooien. Doen we die zo. We gaan vandaag op iron jacht. En daarvoor gaan wij ook een nieuw iets aanslaan. Ik weet niet wat en hoe we het gaan doen. Maakt ook niet uit. Ik doe mijn pijl en boog ook weg, want ik heb toch geen pijlen. Dan is de boog leuk, maar daar heb je er niks aan. Zo, lutten. Oké. Zo, even kijken. We gaan voor het eerst op pad. Volgens mij is dat juist een van de hoogtepunten. Althans, voor het eerst dat ik het weer goed film, want ik heb het al een keer eerder gedaan. Maar ja, nu ga ik het weer opnieuw doen. En ik hoop dat mijn audio deze keer wel gewoon volledig doet. Het heeft geen zin om het telkens te checken. Dus ik ga het gewoon 1 keer proberen. Lukt het niet, dan lukt het niet. Maakt het niet uit. Ik heb hier een paar van nodig. Doe maar 4. Dan doen we deze even weg. Doen we die hier. 4 van. En dan zwaard. Wel, schep is ook wel fijn. Ja, kut, nu moet ik keuzes maken. Fuck it, ik ga nu voor het zwaard. Ik ga op een hevige expeditie. Dit moet wel voldoende zijn. Oké, dan even kijken, want ik zit te denken. Wat als ik dit hierin leg? Ja, dan gebeurt er ook wat. Je kan alles erin leggen gewoon. Dit is uber chill. Ben benieuwd wat gaat eruit komen. Steen. Oeh, leuk. Ik ben gek op steen. Mooi, jij blijft daar staan. Want dit is geen gewone steen. Dames en heren, het is Alfred. Nee, dat doen we niet. Het is niet Alfred de steen. Dat zou heel flauw zijn. Oké, laten we eens even kijken.
daarheen gaan, zou het te casual zijn. We gaan hier. Ga gewoon hier. Ik ga de schep gebruiken hiervoor. Oké, laten we kijken wat hier is. Kut, ik ben één ding vergeten. Ik ben iets heel belangrijks vergeten. Stel terug naar boven. Als ik het donker in ga, is het wel fijn als ik ook kan zien waar ik ben. We hebben kool. We hebben kool. Kut, ik heb allemaal kool in daarin gelegd. Oh, chill, dat werkt zo. Ja. 7 hebben we wel genoeg aan. Want 7 keer 14. Oh, dat zijn er heel veel. Wow, ga ik echt zoveel gebruiken, ja? Maakt niet uit. Oké, ik heb mijn kandelaar. Hoe gaan we het deze keer noemen? Mijn brand. Ik heb gewoon mijn brand. Fuck it. Oh, kijk eens. Hallo? Hallo daar. Oh, nee. Oh, ik dacht ik naar beneden viel. Oh, kip. Oh, had ik mijn pijl en boog, maar dan kon ik je redden. Door je hoofd te schieten. Haha, sadistisch, maar mooi. Kijk eens aan. Begint al goed. Oké, ik wil iron eigenlijk. Ik wil iron, jongens. Ik heb hier niks aan. What the fuck? Waarom zit ze daar een schaap neer? Oh, jij bent een kutschaap. Echt waar. Ik vind het wel mooi uitzien, moet ik wel even eerlijk zeggen. Oeh, lava. Ja toch, dit is lava? Oh, wacht, daar is een schaap. Kom op, lava. Ja, dat duurt me te lang. Oké. Ja, wat als ik doodga? Ja, hier heb je het al. Ik word al aangevallen. Ik heb geen idee wat ik moet doen als ik doodga. Ik heb ook geen idee wat ik hier überhaupt moet doen. Ben ik hier buiten of niet? Volgens mij wel. Maar zou hier ook een dungeon zijn? Of zou dat je ergens naar binnen kan? Ik denk het wel, hier. Ja, daar gaan we, jongens. Ik heb zo'n gevoel dat ik hier niet levend uitkom. Dus ik heb nog een erger gevoel. Dat het nergens op slaat dat ik hier überhaupt heen ga. Maar dat maakt niet uit. Met een goed gevoel kan je de hele wereld aan. Zei mijn moeder. Nee, ik wou een opmerking maken, maar dat doe ik maar niet. Mijn moeder leeft gewoon nog. Ik wou eigenlijk zeggen, zijn moeder toen ze nog leefde, alleen toen ging ze dood. Ja, maar toen had ze geen goed gevoel meer. Dat is zo harteloos, Bardo. Zo. We hebben al een mooi stukje afgelegd. Ik heb geen idee wat ik doe, want ik zoek kool. Ik zoek kool. Ik heb geen idee. Ik zoek geen kool, ik zoek iron. Is iron diep in de grond of niet? Ja, iron. Boeia. Oh, niet zo'n beetje ook. Nou, even een kandelaar erbij. Oh, we noemen hem kandelaar vandaag. Oké, nice. Nog één en nog één. Nog één, kom op jongens. Kan wel, mag wel. Maar ik ben zelf weer vast. Wat een nare wereld ook is het af en toe, hè. Doet me denken aan 88. Toen Duitsland het EK won. Oké, en door naar beneden, door naar beneden. We maken er gewoon een soort trap van, denk ik. Oké, als ik er een soort trap van maak, dan kan ik gewoon direct weer door naar boven. What the fuck? Dat is geen iron. What the fuck is dit dan?
Het is blauw. Ik krijg er heel veel van. Heel veel blauw. Is dat beter dan iron? Wat is blauw? Wat is blauw? Lapis lazuli. Het is een geslachtsziekte. Ik heb een geslachtsziekte gevonden in de stenen. Holy shit. Misschien is het daarom wel dat stenen uitgestorven zijn. Ik heb er iets van mijn leven ontrafeld. Ik had nooit een YouTuber moeten worden. Ik had een fucking archeoloog moeten worden. Als ik mezelf zo bezig zie, denk ik ook bij mezelf. Ja, Bardo, je bent wel aan het juichen. Maar je beseft zelf ook wel dat je hier moeilijk leven vandaan komt. Iets roods! Nee! Jongens, 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 kom naar beneden, kom naar beneden. Ik heb iets roods. Het is rood. En ik ga erop slaan. Zo technologisch ben ik. Nog iets roods! Oh mijn god, jongens, kom hier. What the fuck is dat rode? Nog meer rood! Maakt mij niet uit wat het is, maar het is rood. En als je erop slaat, komt er een beetje vuur vanaf, lijkt het wel. Zie je dat? Oh nee. Hoeveel rood ga ik krijgen hier? Holy shit. Dit is wel heel veel. Archeoloog Bardo doet zijn werk. Jezus, even kijken wat dat is. Want is dit... Ja, dat is gewoon redstone. Ja, dat valt tegen. Dat is rode steen, meneer. Ja, leuk. Oh ja, hier heb je de iron waarvoor ik eigenlijk kwam. Mooi. Leuk, altijd mooi iron. Fijn, dan kan ik weer als ik binnen ben helemaal alles opnieuw doen. Oeh, is heel veel iron zelfs. Ik ben trouwens bijna door mijn eerste pickaxe heen, zie ik. En dat is niet goed. Dat is alles behalve goed. Deze expeditie. What the fuck? What the fuck? Nog meer kleuren. Ik betwijfel of het slim is om hier het water in te springen. We kunnen kijken. Wat is dat groen eigenlijk? Een diamant. Ik heb een diamant. Ik heb een diamant. Heb jij een diamant? Ik heb een diamant. Geen idee wat ik met diamant kan. Maar hebben ze ook goud en zo en zilver? Natuurlijk. Dat water komt toch ergens vandaan, zou je zeggen? Ik weet alleen even niet meer waar ik zelf... Oh ja, daar kom ik vandaan. Nee, ik ga deze gok gewoon niet wagen. Ik heb nu zoveel bij me gewoon. Ik ga even iets terug naar boven. Nee, wat trouwens, fuck it. Dit stuk kan ik altijd nog wel teruglopen. Gaat erom dat ik niet te ver van huis ga nu. Ik weet niet eens waar mijn huis is op het moment. Oké, mijn eerste pickaxe is op. Oh, het was ook nog mijn iron pickaxe. Oh, kut, nu gaat het heel lang duren. Het is weer wat roods. Heb je dan echt iron nodig? Kunnen ze me niet matsen? Oh, dit duurt lang. Oh, dit duurt echt lang. Kom op. Oh, ik word telkens minder enthousiast van dat rooien. Ik heb zoiets van, ja, stel ik heb het echt nodig, weet je wel. Maar ja, dat dacht ik ook toen het EK begon. He, toen zei ik ook, ja, zou ik inzetten op Nederland? Want stel Nederland wint. Nou. Dan is het fijn, hè, als je een vriendinnetje hebt. Die gaat zeggen, zou ik maar niet doen, Bardo, het is maar een spel.
En dat is dit ook. Het is maar een godsvergeten spel waar ik heel goed in ben. Ik ken niemand die zo goed is in dit spel, Rick. Dat is omdat ik niemand ken die het spel speelt. Eigenlijk wel, ik ken een paar mensen. Ik ken David en zo. Milan. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik wil alleen maar iron. Ik hoef alleen maar iron, jongens. Ik hoef niet meer dan iron. Volgens mij, hè, ik kom hier wel die dungeon in en ik wil iron gaan zoeken. Ja, ik heb 15 iron. Oh mijn god. Ik vind heel veel dingen, maar weinig iron. Ik moet gewoon terug naar boven. Nee, die kant moet ik niet hebben. Oké, kut. Ben ik vertaald? Nee. Gewoon blijven springen. Blijf maar springen. Blijf maar springen. Dat is van Finding Nemo. Die heb ik laatst gezien. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ik heb echt niks om te melden. Kom op. Oké, okay, dan ga ik mezelf nog liever naar boven mijnen als je het niet erg vindt. Oké, okay, schiet ik ook niks meer op. Ook schrok even, maar het was het schaap. Oké, okay, kom op, naar boven. Naar boven, er schaap, ga weg. Rot op. Oh, sorry. Ik ga je alleen weg hebben. Ik hoef je niet dood te hebben, maar ja, toch bedankt. Ga ik het redden? Het ziet er wel naar uit eigenlijk. Ja, ik ben nu in ieder geval weer boven. Dat is mooi. Volgens mij... Daar is mijn uitgang. Daar kom ik vandaan. Holy shit, ik kan het gewoon redden. Dat had ik dus nooit verwacht. Oh, iron. Iron, 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 iron. Oeh, heel veel. Minecraft beloont mij nu. Oeh, Bardo, ben je goed? Bardo is echt baas. Eigenlijk niet. ja, dat maakt niet uit. Oké. Okay. Dit is echt ruk aan het worden, hoor. Ruk aan het worden. Ik vind net heel veel iron helemaal blij. En dan direct in 1 seconde na, omdat je 2 keer mislaat. Oh, het is echt ruk. Misschien bij de lava. Nou, ik weet niet. Ik heb echt geen idee. Wat, ik wil niet met mijn ho erop staan. Met mijn ho. Dat klinkt heel alsof ik het een hoer noem. Ja, ja, dus ho Engels, ja. Ho, ho, ho. Zegt ze de kerstman altijd. Ik heb me een paar keer geleden voelde ik me nog Sneeuwwitje. En nu voel ik me een van de 7 dwergen, eerlijk gezegd. Als je het over ho 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 en mijnen hebt. Gewoon even een beetje rondmijnen. Gewoon even kijken. En... Want hier ligt vast geen iron achter. Nee. Nou, dan ligt hier geen iron. Want ik zou dat raar... En hier dan... Hm? Godsamme. Oh, populair. De volgende keer moet ik echt mijn telefoon gewoon uitdoen als ik het opnemen ben. Even kijken. Gemiste oproep. Zo populair ben ik ook weer niet. Oké. Ah, mensen toch. Ik ga terug richting huis. Ik heb wat ik nodig heb. Ik ga morgen maar eens kijken wat ik ermee kan. Lijkt me heel handig om te doen. Oké, okay, snel, snel. Welke kant moet ik nu op? Volgens mij moet ik daar omhoog, of niet? Ah, oh, dat wordt een kutstuk mijnen. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken, gasten. En ik check jullie later. En bedankt voor het groene duimpje. Yo.